Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wil een grondig gesprek voeren met de jeugdraad om na te gaan wat er precies leeft onder de leden. Recentelijk heeft jeugdraadslid CJ Wiebers publiekelijk uitspraken gedaan over bemoeienis van politiek in het beleid van de jongerenorganisatie. De minister gaf toen al aan dat dit niet het geval was. Wel, ik heb een gesprek gehad met de leiding van de jeugdraad, de voorzitter en ondervoorzitter. Beide hadden een brief geschreven en gevraagd om een onderzoek. Ik heb ze aangegeven dat ik eerst met de jeugdraad in zijn totaliteit ga praten. Dat is op 14 oktober. Om toch wel na te gaan wat er precies leeft onder de leden van de jeugdraad. Want uit die verse interviews heb ik toch wel gemerkt dat er een aantal zaken bij leden van de jeugdraad leden. Dus ik ga eerst een overleg met ze hebben. En dan kom ik tot een uiteindelijk besluit. McAndrew zegt verrast te zijn geweest met de uitspraken van het jeugdraadslid over politieke bemoeienis tijdens de verkiezingen. Het lid heeft bij een aantal mediahuizen zijn deel van het verhaal verteld. Ik heb gesproken met een aantal leden die zeggen van niks te weten. Ook gesproken met de leiding van het Nationaal Jeugdinstituut. Die geven ook aan dat er niks is gebeurd wat de daglicht niet kan verdragen. Dus daarom dat ik heb gezegd van oké, laat me eerst een meeting hebben met de leden van de jeugdraad. Om in alle rust te praten over de afgelopen weken. Als er zaken zijn die toch wel de aandacht behoeven van de minister. Als er zaken zijn waarvan ze vinden dat het niet door de beugel kunnen. Dat we dan, daarover dan even praten. De minister stelt dat de jeugdraad Suriname normaal haar werk moet doen, ondanks het schandaal, en benadrukt dat vanwege de grote vakantie zaken op een laag pitje draaien en daarom is gekozen voor een gesprek in oktober.